Zaterdagavond, Trosavond. Dag dames en heren, nogmaals hartelijk welkom op onze eerste vaste Tros Zaterdagavond in het nieuwe televisieseizoen. En behalve de zaterdagavonden kunt u voortaan ook elke zondagmiddag genieten van wat de Tros u aan bekende en nieuwe programma's te bieden heeft. Dat worden dus de komende winter gezellige Trosweekends. En dit eerste vaste Trosweekend is meteen al heel bijzonder. U kunt niet alleen vanavond en morgenmiddag naar de Tros kijken, maar ook morgenavond en maandagavond. Eigenlijk dus een super Tros weekend. Wat vanavond betreft pakken we meteen al flink uit. Als een van de slachtoffers van de verborgen camera grappen van Ralf Inbar en Patty Braart, kan ik u vertellen dat u de Bananensplit Show, overigens het populairste Nederlandse programma, zometeen beslist niet mag missen. Moord in Texas, een spannende, driedelige thriller die we op 3 achtereenvolgende avonden uitzenden, begint om 9:15. Na een uitzending van Tros Sport en Tros Actua besluiten we om 11:15 met het avontuurlijke en humoristische echtpaar Hart in Harte 2. En natuurlijk beginnen we het tweede deel van onze vaste Trosavond met het overzicht van Tros Actua en Tros Sport. Vanavond in de 462e aflevering van Tros Actua, nu samen met Tros Sport op de zaterdag. Politie haalt 20-tal verwaarloosde baby's weg bij Tai Chi-secte. Minister Nelly Smit heeft een antwoord op alle vragen. Bekervoetbal tussen Spakenburg en de FC Groningen. Spectaculaire beelden van de strijd om de wereldcup profsurfen. En onderzoek naar de waarde van de Moerman-therapie op lange baan. Graag tot straks, maar nu eerst veel plezier gewenst bij Bananensplit.